Nou, we zijn vandaag weer op pad. En ik ga toch zeggen, welkom bij een nieuwe vlog, hè Jen? En ik ben met Tamara en Jennifer. En we zijn back bij Panoramico de Monsanto, want Hola. We gaan de zonsonderdag kijken. Zonsonderdag? Zonsonderdag? Zonsondergang kijken. Oh, die mag ook in de... Goeie. En wat is de datum van vandaag? 12 augustus 2017. 12 augustus 2017. Ik zeg, let's go. Yo. Ik wil niet blijven doen met je kerst. Ik hou het echt in. Hola. Oké. Awesome. We zijn dus nu weer helemaal bovenin en er zijn heel veel mensen vandaag hier en we zijn weer helemaal naar boven, zeg maar, met Lissabon de achtergrond en zo. En ja, ze hebben nu heel veel dingen hebben ze afgesloten, ze hebben hekken geplaatst, ze hebben dingen dichtgemetseld, zoals de liftschacht. Als jullie vorig jaar zaten, was die helemaal nog begaanbaar, je kon erin en zo, maar die hebben ze nu dichtgemetseld. Ze hebben andere dingen hebben ze ook dichtgemaakt en ja, het is dus... ze hebben het veiliger gemaakt, I guess. Maar waarom snap ik niet helemaal. Want het is nog steeds illegaal om hier te zijn. Dus ja, ik snap het niet zo goed. Maar oké. Okay. Het is nog steeds even cool als anders. Dus we gaan nu even wachten tot de zon ondergaat. En dan, ja. Het is wel heel cool om weer hier te zijn. Echt heel mooi. Ik ben zo.
verlegen bussen graffiti. Graffiti, dat wilde ik zeggen. En we hebben nu, zeg maar, onze namen geschreven. Zoals jullie net zagen. Alleen we moeten nog even zorgen dat Tamar ook de naam kan neerzetten. Dus maar de fles die we nu hebben. Ik kan hier gewoon een T. Ja. We moeten alleen nog een N, ja, of een komma. Mag ik, doe maar een komma. Goeie. Nee, zoals... Oké, de zon gaat onder, dus we gaan even de sunset kijken. Heel mooi. Dat was echt heel leuk. Echt heel leuk. Alleen wat we niet snappen is dat het verboden is, maar ze maken het wel heel erg uitnodigend en toegankelijk, zeg maar, om hier naar binnen te gaan. En om ze plak bijna mijn nek. En we hebben net verse appels geplukt van de boom die hier staat. En ze zijn echt heel lekker. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Hola. Na heel veel gedoe met de bus, anderhalf uur later ongeveer, zijn we bij Colombo en gaan we eten because we're dying of starvation. Dus we gaan even wat eten en daarna door voor cocktails. Yes. Ja. Yes. Oké, we zijn nu in Bijenwalto. We gaan een paar drankjes doen. We hebben Kaipi Black. Dat is mijn favoriete drankje. Jen, wat vind je ervan? Het is lekker. Het smaakt citrusachtig. Citrusachtig. Het is heel lekker. Dus we gaan even wat drinken en dansjes. En who knows what will happen tonight. Rollen naar huis. Dat dus, ja. Nou, ziet dit er niet lekker uit? Falafel, salade, biertjes. Lovely, lovely. Hallo lieve kijkers, het is inmiddels de volgende dag. Mijn haar ziet er niet uit, ik heb een palmboompie op mijn haar zitten of op mijn hoofd zitten. Goeie. Ik ben de hele dag bezig geweest met inpakken. De hele dag. Samen met Jen. En ik ben gebroken. Dus dat. Oh, en waarom ik aan het inpakken ben is omdat ik weer terug ga verhuizen naar Nederland. Ja, handig. Is misschien handig om ook even te vertellen. Ik vlieg over 2 dagen. En dat ga ik ook vloggen en zo. En ja, dus dat zien jullie na deze vlog, of course. Ik heb eigenlijk alles al zo'n beetje ingepakt. Al mijn kleding is ingepakt. Op wat ik natuurlijk de komende 2 dagen nog aandoe. En make-up nog niet. En voor de rest komt het helemaal goed. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten.
naar onze leuke avonturen bij Monsanto. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te subscriben. En als je natuurlijk een melding wilt van mijn video, moet je even op dat belletje drukken. Kietelend belletje. En ja. Doei. Tot de volgende keer.